Flying de Kren maakt meters goed. 18,5 de tussentijd en zo gaan we de laatste kilometer in. Jaggers, Indian Horse, Flyer de Kren aan de buitenkant. Daarachter aan de reling zijde Igor Premier. Daarachter volgt dan Imperial Moco. Voorlaatste is Juno Day en laatste aan de reling zijde. Maar nu weer voorlaatste is El Greco. Zo gaan de paarden de Z-Turf bocht door. Lengte voorsprong nog altijd voor Jaggers. Jaggers, Indian Horse die makkelijk volgt. Aan de buitenkant is het Flyer de Kren die ietsje dichterbij komt. Achter hem aan gaat mee in het tweede spoor. Imperial Moco die wordt mooi gebracht. En zo zijn de paarden halverwege de rechte lijn overzijde. Kaminga probeert de zesde versnelling te vinden van Jaggers. Galoppade daar zomaar van Flyer de Kren. 16-7 de tussentijd. Weg naar de laatste bocht. Uitgeschakeld nummer 6. Nummer 6 galop. Komt Juno Day naar voren. En Krebas ligt op dit moment 1, 2 en 3 als ze de laatste bocht indraaien. Maar daarachter ligt nog wel in de wachtkamer Imperial Moco. Die loopt bovenop de wachtkamer, want de wachtkamer stond ineens stil. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Leiding voor Jaggers. Indian Horse komt erachter vandaan. Jaggers, Indian Horse. En die komen met z'n tweeën de laatste rechte lijn in. Jaggers aan de binnenkant. Indian Horse neemt aan de buitenkant ietsje voordeel. Indian Horse is geen makkelijke draver. Je moet hem wel goed in de gaten houden. Dat doet Bakker ook. Hij heeft een lengte met Indian Horse. Jaggers op plaats 2. Galoppade daarvan Imperial Moco. Uitgeschakeld nummer 3. Nummer 3 galop. En naar de derde plaats gaat Igor Premier. Het is Indian Horse die wint voor Jaggers. En Igor Premier 16-2 voor de winnaar. En daar komen ze aan, de voorlopige winnaars van koers 5. Dat is paard nummer 1, Indian Horse met Robin Bakker. En die ging hier rond in een kilometertijd van 1.16.1 uit de banden. Indian Horse is een 4-jarige bruinruin van Igor de Lomalde uit Ton Amouret. Gefokt in Frankrijk en eigendom van de Spanrahoeven. Trainer Bas Krebas en rijder Robin Bakker. Tweede werd paard nummer 2, Jaggers. De derde de 5, Igor Premier. Vierde de 4, Juno Day. En vijfde de 7, El Greco. 1, 2, 5, 4, 7. Stuitslag van koers 5, de Prix Toscan de Madre. Rijder Robin Bakker geeft tekst en uitleg aan de mannen van de Spanrahoeven. Die weer een neusje van de zalm hebben gevonden. Met een lekker Frans koerspaard. Robin, die verandering in de training had goed uitgepakt. Ja, kijk, hij won met Bas natuurlijk de eerste keer uit sterk. En toen de tweede keer moest ik hem rijden, en toen was Jaris ook heel goed. Maar toen was hij van start wat druk en toen zeiden ze tegen me, ja, je mag de kop niet nemen. Dus toen heb ik Dennis de kop gegeven. En toen kwam na 8 kilometer, zeg maar, ging het tempo eruit. En toen kwam Bas eraan, toen liet hij Bas rijden. Maar toen ging eigenlijk, hier in de stalbocht, ging het tempo naar 2.23. Ja, toen trok ik hem, in elkaar en toen reed ik dwars over de kar heen. Maar nou zat een mooi tempo in en had een paar dingetjes veranderd. En fijn paard. Robin, gefeliciteerd. Dank je. Mooie winnaar Indian Horse voor de stal Spanrahoeven. Opnieuw een winnaar van trainer Bas Krebas, die eerder met Looping de Liton al winnaar aflevert. En nu met Indian Horse in koers 5 de Prix Toscan de Madre. Een Vosmerrie die hier vroeger uit onder de hoede van Hans Bot meerdere koersen heeft gewonnen hier op Victoria Park in de begintijd van de Trotter France Challenges. En naar is deze koers vernoemd, die is gewonnen door Indian Horse. En daar is de ronde van Indian Horse en Robin Bakker in de Prix Toscan de Madre. Thank you so much, Knucklehead! Thank you, King of the City! Paarden draaien de baan op. De start is gevallen. Start valt en alle paarden in de goede gang op pad. Ook Juno Day die een rare draai maakte vlak voordat hij wilde draaien. Ging hij nog even rechtdoor. Daardoor ligt hij nu wat achterop en de leiding wordt genomen door Jaggers. Maar aan de binnenkant gaat Indian Horse mee.
Jaggers en Indian Horse bij de stal van Bas Krebas hebben het er even over, de beide heren, hoe ze dit gaan oplossen. Daarachter op plaats 3 ligt Igor Premier. Igor Premier die nog even in zijn loop moet komen. En daarachter ligt op plaats 4 Imperial Moco. Paarden in de rechterlijn overzijde en Jaggers mag overnemen. Jaggers de nieuwe leider. Indian Horse gaat erachteraan. En zo gaat Kees Kamminga zo meteen de eerste tussentijd neerzetten over 500 meter uit de banden. Jaggers en Indian Horse en de tussentijd is 15-4. Daarachter lopen de andere paarden. Op dit moment zijn ze even niet in beeld. Dat heeft ook een verklaring, want er zat een flink gat tussen naar het derde paard, Igor Premier. Vierde plaats daarachter is voor Jaap van Rijn met Imperial Moco. En daarachter volgt dan het nummer 6 van Flyer de Kren, Kevin van de Mortelen. Zijn we weer terug bij de kopgroep van 2. En Kees Kamminga kijkt dus achterom, ziet dat het gat behoorlijk groot is. En hij hoeft nog maar een ronde. De enige die hem kan volgen op dit moment is Indian Horse. Uit de start van het veld komt nu wel wat beweging. En daar gaat onder andere naar voren het nummer 6 van Flying de Kren. Flying de Kren maakt meters goed. 18-5 de tussentijd en zo gaan we de laatste kilometer in. Jaggers, Indian Horse, Flyer de Kren aan de buitenkant. Daarachter aan de relingzijde Igor Premier. Daarachter volgt dan Imperial Moco. Voorlaatste is Juno Day en laatste aan de relingzijde. Maar nu weer voorlaatste is El Greco. Zo gaan de paarden de Z-Turf-bocht door. Lengte voorsprong nog altijd voor Jaggers. Jaggers, Indian Horse die makkelijk volgt. Aan de buitenkant is het Flyer de Kren die ietsje dichterbij komt. Achter hem aan gaat mee in het tweede spoor. Imperial Moco die wordt mooi gebracht. En zo zijn de paarden halverwege de rechte lijn overzijde. Kamminga probeert de zesde versnelling te vinden van Jaggers. Galoppade daar zomaar van Flyer de Kren. 16-7 de tussentijd. Weg naar de laatste bocht. Uitgeschakeld nummer 6. Nummer 6 galop. Komt Juno D naar voren. En Krebas ligt op dit moment 1, 2 en 3 als ze de laatste bocht indraaien. Maar daarachter ligt nog wel in de wachtkamer Imperial Moco. Die loopt bovenop de wachtkamer, want de wachtkamer stond ineens stil. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Leiding voor Jaggers. Indian Horse komt erachter vandaan. Jaggers, Indian Horse. En die komen met z'n tweeën de laatste rechte lijn in. Jaggers aan de binnenkant. Indian Horse neemt aan de buitenkant ietsje voordeel. Indian Horse is geen makkelijke draver. Je moet hem wel goed in de gaten houden. Dat doet Bakker ook. Heeft een lengte met Indian Horse. Jaggers op plaats 2. Galoppade daarvan Imperial Moco. Uitgeschakeld nummer 3. Nummer 3 galop. En naar de derde plaats gaat Igor Premier. Het is Indian Horse die wint voor Jaggers. En Igor Premier 16-2 voor de winnaar.